Song of the Dark Forest is een voorstelling waarin we met Scapino Ballet, Opera Today en het Doelenensemble eigenlijk willen verwerken wat ons overkwam in februari 2022, er opeens oorlog was in Europa. Ook met landen waar we gewoon veel mensen van kennen, waar we muziek van uitvoeren. Ja, dat vroeg voor ons enorm om iets om ons daartoe te verhouden. Dus een troost, een requiem, maar ook een prayer for peace. Zoals een van de stukken heet die door een Oekraïns-Russische componist is geschreven. Wat we doen in de voorstelling is dat er een zanger centraal staat. Dat is een soldaat die tussen leven en dood zweeft. En eigenlijk overvallen wordt door zijn herinneringen aan de oorlog, maar ook terug verlangt naar het leven wat hij is verloren en waar hij nou eigenlijk weer op zoek gaat in die voorstelling. Dat doen we met een hele grote groep dansers, met een zanger, met een live orkest in de orkestbak. En ik moet zeggen, iedere keer dat we ermee bezig zijn, overvalt de troost en overvalt mij eigenlijk terwijl we het doen, omdat het zo relevant is. Dus de muziek en de onderwerpen zijn emotioneel en heel indringend vaak en dit komt echt binnen. En het is geweldig om dat soort thematiek juist te kunnen doen met vier choreografen, met die hele groep dansers die ook daar als mens aanwezig zijn. En ik denk dat we een enorm verbond met het publiek aangaan in deze voorstelling en dat we daar samen wat zachter uitkomen.